Nou, we zijn vandaag onderweg naar de demonstratie, of ja, wat is het, bijeenkomst voor hartenliefde. Dat is georganiseerd door meneer Rusenk, die is erg enthousiast. We hebben gewoon heel veel mensen nodig die echt gaan ervaren, ik wil niet in deze wereld leven. Ik wil in een andere wereld leven die ik zelf ga vormgeven. Ja. Dus niet dat mensen gaan wachten tot een ander je gaat bevrijden. Nee, we moeten elkaar gewoon zelf bevrijden. De dag dat dat gebeurt, de dag dat wij als mensen onze angst loslaten, dan zijn we niet meer te manipuleren. Dan zijn we niet meer te domineren. En dan zijn we niet meer te controleren. Wat ga je ermee doen? Op Facebook? Gewoon op Facebook. Eerlijke media. Eerlijke media. Waarom ben je hier? Omdat je moeder dat zegt en omdat je het zelf wil. Omdat ik het leuk vind om mee te helpen. Ja. Voor de gezelligheid. Het is een beetje gek, man. Wordt harde muziek gedraaid, maar niemand danst. Kijk. Wacht, wacht. We mogen niet dansen. Hoe zie jij kerst voor je met een 1,5 meter samenleving? Ja, dat is natuurlijk krankjoren. De mens heeft miljoenen jaren geleefd. En dan zou je nu bij kerst, omdat er een zogenaamd virus door de dorpen en de steden waart. Het is toch niet waar? Nee. Er komen overal ook voor mensen die er echt verstand van hebben, geluiden. Dat het wel een ander virus is dan de griep. Maar dat de kans dat je eraan overlijdt ook niet veel groter is. En dat de klachten eigenlijk best wel heel erg vergelijkbaar zijn. Ja. Ja, dan denk ik van, waar zijn we dan mee bezig? Als je gaat zeggen, wij gaan dit soort maatregelen nemen voor de griep, dan lacht iedereen je uit. Voor mij is duidelijk dat het huidige begeleid totaal geen rekening houdt met de jongeren. En als we dit graag veranderd willen zien, zullen we toch echt van ons moeten laten horen. Dit is de tijd dat liefde en moed samen de angst overwinnen. En zo wordt het een wereld vol liefdevolle mensen. Wat roept het nummer in u op, meneer? 17 of 16 miljoen mensen? 15 miljoen mensen? Wat doet dat met u? Niks. Je ziet eigenlijk allemaal mensen die gewoon in verbinding willen staan met elkaar en liefde willen zijn met elkaar. Wat kun je daarvan zeggen? Kun je dat verbieden? Kun je dat werkelijk verbieden? Dat is de vraag. Ja, ik was heel erg onder de indruk van deze koffer. Ik vond gewoon die karikatuur van Mark Rutte met RIVM en zo. Ja. Ik vond hem erg geniaal. Want ik zie een premier liegen op tv. Ja. Die zegt dat hij het nooit over groepsmobiliteit heeft gehad. Ja, als je in een crisis gaat liegen tegen je volk als premier, dan vind ik dat ik hierheen moet gaan komen en moet gaan zien van wat is er dan werkelijk aan de hand, want ik weet ook niet alles. Ik ben echt heel erg voor verbinding en leven vanuit liefde met elkaar. En die aanraking is zo belangrijk, die 1,5 meter, dat past gewoon mij niet. En dat is uiteindelijk waar het allemaal om gaat, om zelfredzaamheid. Dat we niet overgeleverd zijn aan de goden, aan de overheid, dat papa en mama overheid voor ons zorgt. Het grootste probleem op dit moment is dat de mensen achter een toetsenbord het beleid bepalen voor de mensen die hier om jou heen staan en proberen dit vrijwel onmogelijke beleid uit te voeren. Droom maar van een vaccinatie en de zegen. Droom maar fijn van uw nieuwe normaal. Langzaam aan keert het volk zich er wel tegen. Veel te veel wat er niet klopt aan uw verhaal. En als het straks kerst is, hè, we mogen maar met 4 man thuiskomen, je mag niet knuffelen. Hoe gaan we dan kerst beleven met elkaar? Met je buren. Zodat zij niet gaan bellen je gaan verklikken. Oliver Strijden, hij voelt je misschien wel niet gehoord en gesnapt. Maar weet dat jij goed werk verricht als je dient vanuit je hart. Dank jullie wel. Wel thuis! En een fijne 1,5 meter kerst, of niet? De verbondenheid. Wel de verbondenheid met mensen, weet je. En niet dat je allemaal hand in hand loopt. Maar gewoon de verbondenheid van even elkaar aankijken, een glimlachje. Het brengt toch veel liefde en saamhorigheid bij elkaar. Dat is zo belangrijk. Want wat het kabinet nu van plan is, dat is niet normaal. En wat belangrijk is, denk ik, je mag best wel bang zijn, maar je hebt de moed om daar overheen te stappen. Hè? Ja. En het komt goed, het komt goed. Het zal maar even duren. Het komt allemaal goed, mensen. We blijven gewoon nog 3 jaar in lockdown zitten. Totdat we geen mens nog kennen en helemaal wereldvreemd zijn van elkaar. En dan ontwaakt er een vuur in ons die zegt, en nu is het genoeg!